Klinieken is een zelfstandig behandelcentrum voor dermatologische zorg met speciale aandacht voor de behandeling van huidkanker. Moos Klinieken is een landelijke keten en we zijn nu de eerste vestiging in Brabant binnen deze keten. De andere vestigingen zijn Amsterdam en Dordrecht onder andere en Hoorn. En het bijzondere is wel voor ons nu dat we inderdaad opeens ondernemer zijn binnen de Moos Klinieken dan wel, maar dat is heel anders dan in een ziekenhuis. Nou, het grote voordeel van ondernemer zijn in de zorg, in zo'n zelfstandig behandelcentrum als wij hier nu hebben, is dat je echt alle touwtjes zelf in handen hebt. En met die touwtjes kun je de hele zorg en de organisatie sturen ten dienste van de patiënt. Goedemorgen, meneer Van Essen. Ik ben hier omdat ik chronisch huidkanker heb. Er komen iedere keer opnieuw plekjes omhoog en die moeten eraf. Dus mijn aanwezigheid hier, dat is een kwestie van overleven, zou ik bijna zeggen. Meneer Van Essen, morgen. Moos Techniek houdt in dat we op heel nauwkeurige wijze de huidkanker, en die zit meestal in het gezicht, kunnen weghalen. Daarmee kunnen we de gezonde huid ook zoveel mogelijk sparen. Mijn collega en ik zijn Moos-chirurgen van het eerste uur en hebben meer dan 20 jaar ervaring in deze techniek. Alle randen van het stukje huid dat we hebben weggehaald, wordt direct in ons eigen laboratorium helemaal nagekeken. Als dan blijkt dat de huidkanker nog niet helemaal weg is, herhalen we de procedure totdat de huid vrij is van huidkanker. Het voordeel van een eigen laboratorium is dat de mensen kunnen wachten op de uitslag. En dat is heel fijn, omdat de mensen dan toch zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Meneer Van Essen, ik heb goed nieuws voor u. Dit is er in één keer helemaal uit. En in de meeste gevallen kunnen we dan ook de wond meteen sluiten. En patiënten zijn zo binnen één dag van de huidkanker af. Dus dan mag u mee en dan gaan we het meteen dichtmaken. Is goed. Ja? Ja. Het grote voordeel van ondernemer zijn, vind ik, is dat de patiënt er beter van wordt. Want dat betekent dat ik veel meer directe invloed heb hoe ik een patiënt kan behandelen qua logistiek. Met als gevolg dat we veel kortere toegangstijden hebben. Een patiënt kan veel eerder terecht. Ik kan mijn eigen team samenstellen die allemaal dezelfde kant op wil. En dat geeft heel veel positieve energie, omdat ja, iedereen van elkaar weet hoe en wat. En dat versterkt zich eigenlijk alleen maar. Dus kortom voel ik in ieder geval dat ik als mens, maar ook als dokter, veel meer mijn ding kwijt kan in zijn eigen onderneming. Je hebt wel veel meer taken die erbij komen, maar dat maakt het nou juist ook heel leuk, omdat alles gericht is op die patiënt. En je weet waarvoor je die extra taken en het ondernemerschap, je weet waarvoor je doet. En van de patiënt krijgen we zoveel terug dat het heel erg leuk is om te doen. Het is heel fijn dat alles eruit is en dat is een opluchting. Ik ga naar huis.